Ja, we zijn hier nu dus bij het Panna-toernooi en dat is mijn allerlaatste Panna-toernooi wat ik organiseer. Want ik ga stoppen als jongerenwerker in Heilo. Ik heb het 7 jaar met ontzettend veel plezier gedaan. Ik heb aan de wieg gestaan van het nieuwe jongerenwerk Heilo en daarbij mogen helpen bij het nieuwe beleid. Hoe gaan we het jongerenwerk hier neerzetten en echt... van invloed geweest tot wat er nu staat. En daar ben ik heel trots op. Ik denk dat we een goed jongerenwerk hier hebben in Heilo. En het is voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Dus ik ga als teamleider bij een andere jongerenwerkorganisatie aan de gang. Voor gebied Alkmaar en gebied Landsmeer. Wel met gemengde gevoelens, want ik heb echt met ongelooflijk veel plezier hier in Heilo gewerkt. Ik heb heel veel mooie, leuke mensen leren kennen. Ik heb heel veel mooie samenwerking gehad met organisaties. Ik ben echt van het dorp gaan houden. Dus ik ben er absoluut niet helemaal gerust op dat mijn volgende baan net zo leuk gaat worden. En ik ga met heel veel heimwee denk ik af en toe terugkijken naar Heilo. We hebben bij het jongerenwerk op dit moment zo'n 60 vrijwillige jongeren. En vandaag zijn er 2 jongeren aanwezig die hier vrijwilliger zijn. Maar er zijn allerlei andere projecten en evenementen die we organiseren. Zoals het zomerkamp waar we 30 vrijwilligers hebben rondlopen. Ja, gelukkig is er een nieuwe jongerenwerker aanwezig in Heilo. Dat is Maartje. Maartje van Egmond. En Maartje die is nu nog op vakantie, maar die is over 2 weken weer terug. Er staan ook nog 2 vacatures open. Die voor mij en die voor mijn collega Esther, die met zwangerschapsverlof is inmiddels. En de solliciteren kan nog tot 1 september. En ik zou het aanraden, want ik heb, zoals ik al zei, ongelooflijk genoten van het werk hier. En wat mij betreft misschien wel de beste baan die ik had kunnen vinden.